Laten we het hebben over de islam. Daar bent u voor het onderwerp waarvoor we u en juriste en schrijfster Naima Tahir, kom erbij, zou ik zeggen. Hoe karakteriseert u de islam? Islam op dit moment is een hele belangrijke sociaal-maatschappelijke vraagstuk geworden. Er zijn aspecten die zeer problematisch zijn, zeer fout zijn, en daar moeten we het over hebben. Ja, wat zijn die aspecten? Een van de aspecten is de neiging tot geweld. Die, al is het een heel kleine groep die die neiging heeft, die bestaat. Is dat dan inherent aan de islam? Dat is maar de vraag. Er zijn natuurlijk heel veel vredelievende moslims, maar de personen die geweld toepassen, die modelleren dat, die zeggen dat ze dat doen omdat zij een bepaalde jihad moeten voeren. En dat voeren ze terug naar de bronnen van islam. En een van de bronnen is de Koran, die natuurlijk niet een license to kill is, die natuurlijk niet oproept tot een algemene jihad. Maar sommige versen kunnen zodanig worden geïnterpreteerd dat de geweld wel wordt toegepast, gelegitimeerd door de Koran. Daarbij komt nog dat er een hele grote groep is binnen de moslimkringen die hun leven modelleert naar die van de profeet Mohammed. De profeet Mohammed heeft heel veel aspecten. Wij kennen hem als iemand die geweld toepast, als iemand die een pedofiel is. Dat zijn de meest zichtbare uitspraken over Mohammed. Hij heeft heel veel kanten aan zich, maar een van de kanten is ook dat hij oorlog heeft gevoerd. Hij was krijgsheer. Hij was krijgsheer, hij was stedenbedwinger, hij schuwde geweld niet. Hij schuwde het niet om mensen uit te moorden. En dat doen ze op het moment waar Mohammed dat ook had gedaan, als zijn eigen geloof bedreigd wordt, als hun eigen traditie bedreigd wordt. En dat heb je per definitie altijd in de ontmoeting van moslims met westerlingen. U had het over Mohammed. Mm-hmm. Kan je die met Jezus vergelijken? Je kunt een vergelijking maken, maar Jezus wint het op heel veel vlakken van vrede. Jezus was een pacifist. Jezus heeft geweld altijd geschuwd. Hè? Wie de zwaard gebruikt, zal door de zwaard sterven. Nou goed, een andere uitspraak heeft hij gebruikt. Zoiets, ja. En dat pleit voor hem. Tegelijkertijd was Jezus alleen een geloofsverspreider. Hij had het over naastenliefde. Hij kwam op voor de zwakkeren van de samenleving. En Mohammed was dat niet. Mohammed was gestorven. Op dat. Maar, en hij nam dus de zonde over. Zijn boodschap is een van liefde, vrede, naastenliefde, opkomen van de zwakkeren. En hij had ook eigenlijk maar één identiteit. Dat van een geloofsverspreider, om het zo te noemen. Mohammed heeft veel meer identiteiten. En één daarvan is natuurlijk de geloofsverspreider. Hij was een jihadist. Hij was iemand die ook moorde, helaas. Al die aspecten horen ook tot de identiteit van Mohammed. En heel veel moslims adoreren Mohammed. En op veel vlakken is dat heel mooi. Ze dragen een enorme positieve culturele erfgoed. Heel veel positieve narratieven over Mohammed. Maar dit aspect blijft problematisch. Te meer omdat Mohammed wordt gezien als een heilig figuur. Wat hij heeft gezegd, wat hij heeft gedaan, wordt gezien als een heilige bron van islam, de sunna. En dat wordt nagevolgd. Mevrouw Tahir zegt dat leidt tot geweld. En daar moeten we ons op concentreren. De godsdienst daar laten waar ze thuis hoort, namelijk in het privédomein. Maar in hoeverre vormt de Koran een stelsel van wetten en regels waar moslims eerder aan geneigd zijn zich aan te houden dan bijvoorbeeld de wetten van de staat? Bijna altijd. De Koran is leidraad van je dagelijkse gedrag, van je dagelijkse beweging, van je dagelijkse denken. En moslims kijken ook heel veel in de Koran, zeker de tweede en de derde generatie migranten. De ouders deden dat niet. De tweede, derde generatie die is begonnen te lezen, die de vertalingen leest, die gaat terug naar de Koran en kijkt wat staat er in de Koran die ons leven kan begeleiden. En dat zien zij als een hogere wet dan bijvoorbeeld de grondwet. Ik wil even reageren op wat meneer Bolkestein zei. Kijk, natuurlijk is die groep radicalen een heel groot probleem. Maar ik zie ook een probleem bij de groep gematigden die wij nooit horen. En dat is het feit dat er een zekere aversie is tegen te veel moderniteit. Er is een zekere aversie tegen te veel verwestering. Dus een bepaalde groep keert zich eigenlijk af van een vooruitziende blik die bijvoorbeeld Nederlandse westerlingen wel hebben.
En dat is denk ik het onbehagen wat bestaat in de Nederlandse samenleving jegens moslims. Moslims zijn gericht op het verleden. Die zijn gericht op een leven die geleid is door een profeet die leefde in de 7e eeuw. Die zijn gericht op een bepaalde interpretatie die een paar eeuwen na het ontstaan van islam is eigenlijk versteend. Die interpretatie zit nu vast. Daar kunnen ze niks eigenlijk in veranderen. Dat geeft dus een hele beperkte eigen initiatief. Dat geeft een hele beperkte creativiteit. En hoe ga je om met teksten? Hoe ga je om met bepaalde interpretaties in onze huidige tijd? En dat vind ik een probleem. Omdat het een enorme motivatie, een enorme vooruitziende, enorme liberale blik wegneemt van moslims. Ik vind dat de rechterlijke macht en de politie zich moeten beperken tot de zichtbare manifestaties. Dat wil zeggen het gedrag. En de godsdienst die daar natuurlijk achter ligt, met rust moeten laten. En ik onderschrijf geheel en al wat mevrouw Taher zegt. Het is dus ook niet zo dat de islam een bedreiging vormt voor het Westen. Integendeel, het Westen vormt een bedreiging voor de islam. Want het grote debat dat nu gaande is, is niet tussen islam en het Westen, maar binnen de islam. Daar vindt het debat plaats. Daar moet het over gaan. Ik zou het zelfs breder trekken. Ik zou niet alleen het gedrag van moslims kijken of dat binnen de wet valt. Ik zou zelfs een iets geavanceerdere, iets diepgaandere debat willen zien in het parlement, in de samenleving, over de heilige bronnen van de islam. Die mensen zo encapsuleert in het verleden. Die alle initiatief, die alle groei van moslims wegneemt, waardoor onze samenleving in principe slechter wordt. En ik ben het niet met u eens als u zegt dat alleen het Westen moslims bedreigt. Moslims geloven in hun eigen superioriteit. Ja. Ze zijn het niet gewend om te geloven in een plurale samenleving waarin alle religies gelijk zijn. De moslimman is het meest superieure man, dat wordt geloofd, boven alle mannen en ook boven alle vrouwen. Bovendien hoor je te vaak de uitlating van moslims, wij nemen het op een gegeven moment over. Dus ze hebben wel een bepaalde agenda, niet iedereen, maar de radicalen die het meest luidruchtig zijn, die hebben een bepaalde agenda. Wij zijn superieur, het Westen is verloederd, wij gaan het overnemen. En daar moeten we wel voor waken. En dat moeten we doen door die ontmoeting van islam met het Westen, met de moderniteit, soepeler te maken. En hoe doe je dat? Dat is door die ontmoeting niet bedreigend te maken voor moslims. Moslims moeten een zekere moderniteit terugvinden in hoe zij hun regels interpreteren. Ik ben het grotendeels eens met mevrouw Taher. Alleen als zij zegt, er moet een debat in de Kamer komen, dan ben ik toch zo vrij op te merken dat mevrouw Taher de Kamer nog niet goed kent. Want een debat in de Kamer lost niets op. Kijk, die kloof is zo. Moslims zijn ontevreden over hun huidige positie in de wereld. Vroeger was het beter. Ze kenden een bloeitijd, ze waren on top of the world. En die tijden waren ook dichter bij de tijden van de profeet. Ze hebben een neiging om terug te blikken naar het verleden. Ze hebben een neiging om het Westen alle schuld te geven van hun achteruitgang. Want ze zijn namelijk perfect. En je moet een debat voeren daarover. Je moet kijken of zij niet het verleden te veel idealiseren. En daarvoor moet je wetenschappelijke studies bekijken over hoe is de islam toen geïnterpreteerd. Wie hebben daaraan deelgenomen? Is het zo behoudend? Is het zo antimodern? Of zijn er eigenlijk andere moderne, progressieve elementen te vinden die ons vooruit kunnen helpen? Ik ben het wel mee eens, anders verklaart door de rancune die je toch bij de salafisten en andere orthodoxe moslims vindt. Rancune, omdat zij niet meer de welvaart en de macht en de invloed hebben van een rijkdom van 1000 jaar geleden. En ze verklaren dat door te zeggen, ofwel onze eigen regeerders zijn niet meer zuiver in de leer, Saudi-Arabië bijvoorbeeld, ofwel het Westen heeft ons die positie ontfutseld. Ja. Het gaat om een debat te voeren, zodat die kloof waar er nu van sprake van is tussen modernisme, en ouderwetsigheid, dat die kloof wordt overbrugd. Dat men niet meer zich bedreigd voelt door elkaar. Dat kan alleen maar slijten. Dat kan alleen maar door de praktijk. Dat kan alleen maar door de tijd gebeuren. Want met een debat in de Tweede Kamer, ik ben voor het debat. Ik heb mijn hele leven lang gedebatteerd, dus ik ben voor het debat. Maar het lost niets op. Maar ik heb heel veel hoop gevestigd op kritische denkers, op wetenschappers. Binnen de islam. Ik reis heel veel naar Amerika voor mijn werk, naar Engeland. En je ziet daar heel veel wetenschappelijke studies van moslims, moslimvrouwen ook, die heel vergaand oproepen tot het zoeken naar de waarheid, het zoeken naar
goede aspecten in de Koran die ons verder kunnen brengen. En we moeten daar kennis van nemen.